Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is natuurlijk Jochem en tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe reactievideo hier op dit kanaal. Vandaag ga ik weer reageren op een nummertje van Lost Frequencies. En dit keer is het helaas niet een nieuw nummertje, het is namelijk een oude single. Aangezien over minder dan een week zijn nieuwe album uitkomt en wil ik wel op alle nummertjes gereageerd hebben. Dit nummertje is alweer bijna 11 maanden oud. En ik ken dit nummertje zelf ook al. Dus dit gaat één van de weinige video's worden. Er komt er uiteindelijk nog eentje van een nummertje die ik wel al ken. Waar ik dus niet voor het eerst op ga reageren. Maar ik ga wel mijn mening geven over het nummertje. Hier hebben we het nummertje Back to You. Lost Frequencies met L.A. Duhay. Als ik het hopelijk goed uitspreek. En X Ambassadors. Hier ga ik vandaag lekker op reageren. Dit nummertje ken ik al best wel lang. Dit nummertje werd ook toen hij uitkwam. Ik kan me nog herinneren dat echt in januari, misschien ook al december, het nummertje is van 8 december 2022. Dat hij toen best wel gepromoot werd. Ook in reclames en zo. En dit, ik heb echt een soort van feeling gekregen voor dit nummertje qua... Het is echt een fijn nummertje, maar toen die tijd dat die uitkwam, ik heb een beetje een soort van een trieste vibe met dit nummertje ofzo. Dat dit mij echt weer terugbrengt naar die tijd. Aangezien ik dit nummertje luisterde vlak voordat Ben toen overleed en ook heel veel op de radio kwam en ook in de reclames en zo. En echt overal hoorde ik dit nummertje. Heb ik soort van dat als ik altijd dit nummertje luister, dat ik weer terugdenk aan Ben en aan die tijd en echt... Dat heb ik echt sowieso heel veel met muziek. Echt gewoon met albums en zo. Dat als ik dat luister, dan trekt dat mij echt terug naar die tijd. En dat heb ik ook echt met dit nummertje dus. En ja, dat kan soms wel een beetje sad zijn. Maar ik vind dit best wel een goed nummertje ook. Dus laat ik lekker naar dit nummertje gaan luisteren. En dan ga ik dus mijn mening geven over dit nummertje. Het nummertje is echt maar 2 minuut 37. Dat is echt super kort. Voor het feit dat ik dat eigenlijk niet wist. Ik zie dat nu voor het eerst dat die zo kort is. En ik had eigenlijk altijd het gevoel dat het gewoon 3 minuten was. Misschien zelfs langer dan 3 minuten. In ieder geval, laten we gewoon lekker beginnen. De tweede single van zijn nieuwe album dus, waar ik op ga reageren. En dit is Back to You. Let's go. We gaan lekker beginnen. Ik vind deze echt goed. Ja. Ik weet niet. I heard a million times before I came to you. One after the other side. Time's the only cure. When love is forever gone and disappear like stars at dawn. And every road that I've been on, it leads me back to you. Ja, sowieso de tekst ook. En ik merk ook gewoon altijd bij nummertjes wat over de liefde gaat en zo. Je kan dat ook heel goed relatable maken qua alsof het gaat over de dood, toch? Alsof je iemand bent verloren. Dat kun je op 2 manieren opvatten. Iemand die dood is gegaan of iemand die waar je op verliefd was en dat het niet meer zo is, zeg maar. Ja, ik moet ook wel zeggen, dit is wel een lekker rustig nummertje. Pam, 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 pam. Dit is echt goed. Ik moet ook wel zeggen dat dit nummertje echt wel weer anders is als andere nummertjes van Lost Frequencies. Je hoorde net ook een beetje... Ja, ik ben niet echt van de instrumenten, maar een beetje de gitaar-vibe. Ik weet niet per se of het een gitaar is of dat het een ander soort gitaar-instrument is. Terwijl meestal heeft Lost Frequencies altijd de tsss en dat soort dingetjes erin zitten. En gewoon de andere geluidjes en niet per se de gitaar. Dus het is wel echt een ander soort nummertje. En ik vind ook best wel mooi klinken. Echt een goed nummertje. Lekker rustig. En gewoon de vocals zijn ook heel goed. Dat is echt heel goed. Laten we lekker doorluisteren. I sold a million lies before I came to you. Guess none of us can read the lies behind the golden truth. Trust can't be counted on. It's crooked as the Amazon. Cause every road that I've been on leads me back to you. Dit
dit is echt nice. Mm-mm. En nu komt hij hoor. Het is goed. Ja, dit nummertje is echt wel heel goed hoor. Dit is echt een heel goed nummertje. Zoals ik dus net ook al zei, ik heb eigenlijk een dubbel gevoel voor dit nummertje. Maar hij is echt wel heel goed. Hij is echt heel goed. Echt een heel mooi nummertje ook. Echt weer lekker rustig ook. Ja, de vogels zijn ook gewoon echt heel goed. Ex-Ambassadors en natuurlijk L.A. Duet. Ex-Ambassadors kende ik wel al van een nummertje met Kygo en ook eentje met Eminem. Maar L.A. kende ik nog helemaal niet. Maar dit was echt heel goed. Dit is echt zo'n goed nummertje. Ik heb deze echt wel vaak op repeat gewoon geluisterd. Ja, en het is dus gewoon een keertje anders, toch, voor Lost Frequencies. Door gewoon een keertje de gitaar te gebruiken. Ik weet niet of hij dat ook bij eerdere nummertjes heeft gedaan. Bij de nummertjes die ik geluisterd heb in ieder geval niet, volgens mij. Maar dat klonk ook gewoon heel goed. En samen met, ja, het gezang was het echt gewoon echt een wondervol nummertje. Dit is echt zo'n goed nummertje. Ja, ik denk sowieso al dat ik nu al misschien heb gekozen dat dit wel een van mijn favorieten van dit album nu al is. Omdat sowieso echt bij muziek, zoals ik net ook al zei, als ik dat dan weer terugluister later, kom ik echt precies weer in die vibe, hoe ik me toen voelde. En als dat een nummertje voor mij heeft, wat bijvoorbeeld het album van Kygo ook heeft, Golden Hour, dan betekent dat zoveel meer voor mij dan dat het gewoon een goed nummertje is. Als het echt op het perfecte moment uitgekomen is, en dat betekent zoveel meer qua luisteren. Dat is echt insane. Als ik nu niet een video aan het maken was, had ik misschien wel traag gelaten, zoals altijd eigenlijk. Echt vaak bij dit nummertje ook. Omdat ik dus echt in die feeling zit, toch? Dat is echt bijzonder. Laat in ieder geval in de comments achter wat jij van dit nummertje vindt. En of jij bent voor het nieuwe album van Lost Frequencies, die over minder dan een week uitkomt. Dus dat is best wel episch. En dan hoop ik jou natuurlijk binnenkort weer bij een gloednieuwe reactievideo hier op dit kanaal te zien. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later mensen.